Welkom bij een nieuwe vlog en een heel goed teken, want jullie kijken nog, dus jullie zijn niet gesmolten. Wat een hitte. Ik weet niet, ik ga er maar niks meer over zeggen, want tegen de tijd dat jullie dit zien, is het al lang voorbij als het goed is. Volgende week worden het normale zomerse temperaturen. Maar vandaag is het donderdag en is het 37 graden volgens mij buiten. Dus ik ben hier binnen met Otis. Ik heb hem thuis gehouden van de opvang. Ventilator staat de hele dag aan. Otis wordt nu wakker. Hoor je? Die heeft heel lang geslapen door de hitte, dus die ga ik er snel uithalen. Hé, hey, Ootje. Je ligt helemaal overdwars, jongen. Hé. Hey. Je moet even wakker worden. Je hebt wel heel lang geslapen nu, joh. Je gaat lekker te spelen met je speen. Oeh, ik ben hier echt niet voor gemaakt hoor, voor die hitte. Ik ben echt een van die Hollanders die klaagt. Het erge is nog dat Friso wel naar een land wil emigreren. Binnen nu en 6 jaar. Waar het vaak deze temperatuur is. En ik weet dat ik gewoon echt niks uit mijn handen krijg. Dus ik vind dat helemaal geen goed idee. En ik wil mijn kinderen liever niet in het buitenland op laten groeien. Maar goed. Ik ben onderweg naar Albert Heijn. Dan ga ik daar moeten verzamelen. Weer terug te lopen en de kinderwagen weer naar boven te tillen. Het is echt, ik vind het echt een straf dit weer. Laatste dag van de hittegolf volgens mij. Ik kan het wel de hittegolf vlog gaan noemen, denk ik. Ik plaatste net op Instagram dat ik al 2 dagen zo zit. Dit is als hij wakker is. Als hij slaapt ga ik hier liggen met mijn ventilator. En ik heb ook nog ergens een icepack. En dan liggen we zo. Maar ik ga nu alle zooi die daar ligt, ga ik inpakken. En alles 1 voor 1 even rustig inladen in de auto. Want ik ga naar mijn beste vriendin. Die woont in Bergen. Daar heeft ze een huis gekocht een paar maanden geleden. Lekker met een tuin. En die hebben een zwembadje. En die geven vanavond een barbecue. En dan ga ik lekker met Otis slapen. Dus ik hoop dat hij met je goed slaapt. Dit camping met je daar. Maar ja, hier alleen maar thuis hangen worden er ook niet echt heel erg vrolijk van. Zo, Otis is geïnstalleerd. Je vermaakt je wel. Wij koelen onszelf soms even in het zwembadje. En we chillen hem hier. Ik ben weer thuis. Ik heb het echt heerlijk bij Eola gehad. Het is echt zo fijn. Otis die heeft het ook super goed gedaan. Want die heeft die avond... Hij ging wel een beetje moeilijk slapen door alle prikkels weer. Heb ik al wel eens eerder wat over gezegd. Maar het is gewoon best wel snel dat hij van slag is. Als dingen heel anders gaan ineens op een dag. Maar goed, dat weet ik inmiddels. En ik heb hem rustig gekregen. En hij is lekker rond de 7 uur gaan slapen. Baggervet haar, jongens. Maar ja, het is zondag. En hij werd pas om 7:15 ochtends wakker, dus dat was wel echt super chill. Ik heb weer even lekker een wijntje gedronken. Lekker daar in de tuin gezeten, gekletst met haar familie, zijn familie. En nu ben ik weer thuis. Gisteren heb ik niet gevlogd omdat ik het echt gewoon te heet vond om überhaupt te bewegen. En nu eindelijk is het weer een beetje, ik ben ondertussen de ramen aan het open doen. Eindelijk is het weer een beetje afgekoeld. Daar ben ik super blij mee. Maar Fries is weer werken. Echt single mom life gewoon. Maar goed, maakt niet uit. Maakt wel uit, maar we zijn bijna juli voorbij. Zoals ik op Instagram al in stories had laten zien, gaan we deze muur veranderen. Dit is het Van Gogh behang. Van het merk weet ik even niet meer. Super mooi luxe behang. Maar we zijn het printje gewoon zat na 2 jaar, 1,5 jaar. Dus heb ik deze kleuren. Alleen nu kunnen we niet echt kiezen.
We dachten van tevoren dat we deze mooi zouden vinden. Had ik op Instagram plaatjes gezien. Maar die vinden we nu te licht. Mijn moeder gaat het als kalkverf opbrengen met een speciale techniek. Waardoor het echt een beetje zo eruit komt te zien. En ik denk dat we voor Casa del Duca gaan. Maar we vinden Marrakesh ook wel heel erg vet. Dus ja, lastig. Mijn vriezer kan sowieso niet beslissen. Oh ja, en ik had nog een vaderdag cadeautje voor Fries besteld. Deze The Bird poster van Otis. Ik vind hem echt zo onwijs cool. Ik chill hem vandaag echt heel hard. Lekker op de bank. Otis slaapt. En dan kijk ik mijn nieuwe verslaving. En dat is Love Island. Ik begon met de Nederlandse. Nu ben ik die van vorig jaar uit de UK aan het kijken. Echt smullen gewoon. Ik weet dat het niet de meest intelligente smaak is. Maar I don't give a fuck. Hier ontspan ik echt totaal bij. En je kan het trouwens via Videoland terugkijken. Wat een knappe baby, hè? Oké, het is maandag en het is tijd om wat productiever te worden vandaag. Ik heb vandaag een thuiswerkdagje met Otis, dus dat is altijd wel een uitdaging. Ik heb net al wat dingetjes gedaan. Belasting, salaris, een paar Insta-stories dingetjes gemaakt. Het was ook wel nodig dat salaris, want het is al de 29ste. Maar ik moet ook even aan mezelf denken en een green juice gaan nemen, want ik ben best wel moe de laatste tijd. Komt ook door die hitte natuurlijk. Een sportschoolabonnement afsluiten, dat wordt ook wel tijd. Dus dat ga ik zo ook doen. En dit is trouwens de Pretty Productive Planner die Aranka heeft gemaakt met Shelly. En haar bedrijf heet #LifeGoals. En zij is dus helemaal over het georganiseerd werken. En voor mij werkt dit echt super goed. Als ik gewoon opschrijf wat ik gewoon vandaag sowieso gedaan moet hebben. Ik speel wel een beetje vals, want ik maak er soms zelf vakjes bij. Omdat ja, een foto maken kost voor mij niet super veel tijd. Dus dan vind ik dat ik meerdere goals mag hebben. Ik strijk dus op het bed, want ik strijk nooit. Dus ik heb nog steeds mijn studentenstrijkbout en geen strijkplank. Maar goed, we doen het. En daar ben ik al lang trots op. Dit heb ik al gedaan. En hier heb ik mijn toeschouwer. Zit je lekker? Mama, kwel. Heel veel kwel, mama. Ja, we zijn bijna zover. Bijna. Bijna. En dan kan ik nu dit afstrepen. Deze heb ik gedaan. Deze doe ik zo meteen buiten. Dit moet ik echt nog eventjes doen. En deze is ook gebeurd. En die green juice maak ik nog steeds hetzelfde met een glaasje perensap. En dan een theelepel van die poeder erin. En daar zit dus echt alles in. Goede theelepel. Hoppakee. Roeren. En dan lekker in de zon op gaan drinken. Hier zit dus echt alles in. Alle vitamines, mineralen, magnesium, vitamine K, antioxidant, echt alles. En het voelt ook echt altijd daarna alsof ik alles weer on point heb. En het grappige is dat ik daarna dus ook veel meer last heb van die suikerdips. Of in ieder geval niet alleen van de dips, maar ook van de cravings. Dat ik, als ik hier een glas van neem op een dag, dat ik daarna helemaal niet meer zoveel snoep. Boek erbij, kat erbij en sapje. Ik heb Otis net op bed gelegd. Dit is hoe hij zichzelf altijd in slaap jammert. Het is geen huilen. Hé
Even een testrondje, jongens. Hij zit in de omgebouwde wagen. Nou, zitten is een groot woord, want ik heb hem in de liggende stand. Dat vindt hij niet geweldig. Maar hij mag natuurlijk nog niet zitten voor zijn rugje, want hij is bijna 5,5 maand. Maar ik ben hier wel heel blij mee. Ik heb een wollen inleg besteld. Want dat is zowel warm in de winter als verkoelend. Als het 100% wol is, verkoelend in de zomer. Dan zweet het niet in zijn ruggetje. Dus helemaal top zo. En hij heeft zijn schoentjes aan van Sander Roos. Echt heel gaaf. Bij ons om de hoek is een paar maanden geleden Spergateria geopend. Aan de Rijpgracht. Het ziet er toch te gezellig uit. Wat een luxe. Lekker tegen de zon in filmen. Geeft een heel filmisch effect. Goedemorgen. Het is 6:15, zoals jullie net zagen. Zo trots op mezelf. Ik ben onderweg naar mijn eerste yogales. I did it. Nou mag ik ook niet afzeggen, want ik heb dus een sportschoolabonnement bij Bluebird genomen. No spon. Vind ik een hele fijne sportschool. Heb je in Oost en in West. Ik woon in West. En dan moet je 5 uur van tevoren afzeggen, als je wil afzeggen. Nou, dat was ergens toen ik op één oor lag. Nou had ik vanmorgen ook niet het idee dat ik wilde afzeggen. Maar dat komt misschien ook omdat ik al gewend ben om rond 6:30 op te staan. Omdat Otis dan wakker is. Hij slaapt door vanaf 7:00 s'avonds. Dus je hoort mij daar echt niet over klagen. Hoe heerlijk is het 's ochtends in de stad. Zelfs in Amsterdam. Fries heeft na mij gesport. Het was echt super lekker trouwens, de yoga. Ik ben wel helemaal verzuurd mijn lichaam, maar het betekent in ieder geval dat ik iets heb gedaan. En nu zijn we in Noordwijk. We gaan lekker naar Tulum. Net als de rest van Amsterdam volgens mij. Maar hopelijk is er nog een plekje voor ons. We hebben gisteren echt een super lekkere dag gehad op het strand. En daarna zijn we nog op kraambezoek geweest bij mijn nichtje Isabel. Die is inmiddels alweer 5 weken en alweer 2,5 week thuis. Gaat super goed. Ik ben nu op kantoor. Het is woensdag. Ik werk iedere woensdag en donderdag sowieso. En dan vaak nog 1 extra dag. En ik ben zowaar de eerste. Maar het is eigenlijk een beetje vals. Want het is nu super rustig op kantoor omdat het iedere keer zo mooi weer is. Dus ja, ik ga maar eens weer eens wat doen. Want het is, ik ben 5 mamadagen gehad. En gisteren samen met Fries. Dat was dan wel weer een voordeel dat hij vrij was met het mooie weer. Maar ik ben er heel erg aan toe om gewoon weer lekker te werken. En even niet geen luiers te doen. Echt mega goor weer. Ik ben toch onderweg op deze laatste dag van juli. Ik ben onderweg naar de Lush Store. Want zij houden een zero waste maand in juli. En ik kreeg daarvoor een hele uitleg. En volgens mij gaan ze dan ook kijken wat er bij mijn huid en zo past. Ik heb nog niet zo heel veel ervaring met Lush. Maar ik zie altijd super goede initiatieven voorbij komen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Ik word helemaal welkom geheten met een echt bordje. Ik kreeg net al een hele leuke uitleg. Want ze hebben dus heel veel producten natuurlijk staan. En 65% van de producten heeft geen verpakking. Dus dat is echt wel superveel. En de verpakkingen die er zijn. Als je er daar 5 van hebt, lega. En je maakt ze schoon, kan je ze in wisselen. En dan gaan zij ze weer recyclen. En dan krijg jij een gezichtsmasker. Dus dat is ook een super goed initiatief. Dit is dan ook een area die helemaal verpakkingsvrij is. Heel gaaf. Ze wil je er gewoon in? Ja. En dit is de kleinste glitter die we ook hebben. Echt heel mooi. Als je het zeg maar zo ziet, weet je wel, is echt een glitterstof. Het lijkt wel jelly gewoon. Dit is dus een gezichtsroutine. Ja. Oké. Okay. En vertel. Ik heb een beetje verschillende ook voor je uitgekozen. Zodat je, dan gaan ze lekker op allebei je armen doen. Dus kan je ook kijken, oh nou dit voelt lekkerder dan dat. Ja. Dat voelt lekkerder. Dit is een toner tap. Dat is eigenlijk een bruisbal voor je gezicht. Oké. Okay. Nou dan hebben we 2 make-up reinigers ook erbij zitten. Eentje. Ja. De andere is juist wat meer over melk. Ook deze. Ja. Ziet eruit als een watje. Nou dat ja. is het ding.
maar het is biologisch afbreekbaar matje. Wat goed, dus je hebt helemaal geen matje nodig. Nee. En hoe koop je dit? Zijn dat er dan gewoon meerdere? Nee, je koopt er gewoon eentje. Oh, en die gebruik je meerdere keren? Ja, maar je kan uiteindelijk de make-up van eraf passen. Ik ga jullie straks even bijpraten over Lush, want ik ben echt helemaal enthousiast. Ik moest bij Lush gewoon heel erg altijd aan de bruisballen denken en ik heb geen bad. Maar het is echt zoveel meer dan dat en ik vind het zo mooi hoe dat bedrijf bezig gaat. Maar ja, daar straks meer over. Ik loop nu bij de Arena, het station. Want ik ga met mijn broertje Sven naar de Lion King 3D. Heel veel zin in, echt jeugd sentiment voor ons allebei. Hij heeft die film denk ik echt 50 keer gezien of zo. En ik als zus daardoor dus ook. Dus echt heel veel zin in. Ja, pas me wel goed. Wat komt hij doen? Ja. Ga jij eens hier snel in. Ik zie wel. De zon maakt echt alles beter. Ik ben de vlog aan het editen, maar ik ben nog helemaal niet teruggekomen op zowel de film als Lush niet. De film vond ik echt super goed. Heel erg leuk om samen met mijn broer heen te gaan. Echt een hele leuke middag gehad. Heel mooi gemaakt. En zeker een aanrader om naar toe te gaan. En dan eventjes over Lush. Ik heb wat producten van ze uit mogen kiezen. Ik heb het dus gekregen. Ik ben er niet voor betaald. En ik wil dat eventjes aan jullie laten zien, want ik ben echt super enthousiast. Hier, dit zijn de dingetjes die ik gekozen heb. Dit zijn twee skincare producten. Dit is met tea tree olie. Dat is ook een olie die je opbrengt, een reiniger, en die je daarna weer eraf haalt. Ik geloof er heel erg in dat als je een vettere huid hebt, zoals ik, dat olie dan juist helpt omdat je huid het seintje krijgt. Dat het geen extra talg hoeft aan te maken. Maar het is een hele zachte. Want ik hou echt niet van trekkerige huid. En tea tree is natuurlijk heel goed tegen acne. Dus ik ben heel benieuwd naar die. Ik zal trouwens alle namen van de producten nu even in beeld brengen. Dit is de moisturizer. Of een moisturizer. Een hele lichte. Volgens mij heet die ook iets van light touch. En dit breng je dus gewoon op je gezicht. Door de warmte van je huid smelt het zeg maar wat. En ja, deze ruikt ook echt super lekker. Dit is een bekende shampoo bar. Dus een shampoo voor je haar, maar dan in vaste vorm. Werkt eigenlijk hetzelfde. Je haar maak je nat, haal je het eroverheen en dan geeft het product wat af aan het haar. En dan masseer je het gewoon in zoals normaal. Hier doe je 60 tot 80 wasbeurten mee. En daarmee spaar je al 3 shampooflessen uit, begreep ik. Dus super lekker. Ik heb degene met zeezout en zeewier gekozen voor volume. Dus heel benieuwd naar die. En dit is een massagebar. Dus ja, hier ga ik Friso maar mee verwennen vanavond. Oh ja, en dan natuurlijk niet te vergeten dit interessante blok. Het lijkt wel een kaaswinkel. Dit is een zeep voor onder de douche. Dus het leg je gewoon onder de douche. Een lekker blok. En dan ja, heb je een verpakkingsvrij douchegel. En ik heb gekozen voor de Honey, I Wash the Kids. Ik kende die al, die geur, omdat ik daar ooit een shampoo bar van heb gehad. Nu gebruik ik de shampoo bars niet meer, helemaal niks van Lush. Dus ik dacht, ik ga even een vertrouwd geurtje nemen, want dat brengt je dan altijd terug naar die herinneringen. Dankjewel voor het kijken weer en ik zie jullie over 2 weken.